Dat zou blijken uit de radarbeelden die de Russen presenteerden van het moment dat de MH17 neerstortte. Beelden waarvan ze altijd hebben gezegd dat ze die niet hadden. Heel merkwaardig, zegt nabestaande Piet Ploeg. Dat waar ze twee jaar de tijd voor hebben gekregen: namelijk om aan te geven eh, hoe de raket precies gaat door middel van de radarbeelden. Ze waren er niet, ze waren gewist. Opeens is die er. Uh, en Het is een verhaal wat haaks staat op wat de onderzoeksraad tot nu toe heeft uh, aangegeven. En wat het, het OM tot nu toe heeft gezegd. Volgens de Russen moet de raket afkomstig zijn uit Oekraïns gebied. Omdat er op radarbeelden van pro-Russisch gebied niets te zien zou zijn. Onzin, zegt radardeskundige Piet van Genderen. Radar technisch gezien uh, is, is het een, on, een, een redenering met uh, geen kop en geen staart. Morgen is de presentatie van het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. Mogelijk komt het internationale onderzoeksteam dan met het oordeel wie het vliegtuig neerhaalde met een boekraket.